Hallo allemaal, leuk dat je er weer bent bij deze video. Welkom en vandaag ga ik met restverf een mooi kunstwerk maken. Ik ben Rebecca Sikkema, ik ben beeldend kunstenaar in Barendrecht en ik help je graag met acrylgieten. En in dit speelkwartier met Rebecca laat ik je zien hoe je je restverf kunt gebruiken. Restverf, als het goed is, heb je er redelijk wat van. In ieder geval als je het verzamelt, als je het bij elkaar stopt. Dat is wat ik doe. Ik stop al mijn restverf in potten bij elkaar. En vandaag ga ik er een mooi kunstwerkje van maken. Niet zo'n hele grote nog. Dat ga ik binnenkort ook doen. Maar een kleintje. En daarna ga ik er een swipe op doen. Nou, hoe dat wordt, dat is natuurlijk heel spannend. Want je weet niet precies wat er in je restverfpot zit. Dus kijk even met me mee wat er dan gebeurt. Ik heb een potje restverf. Ik ga namelijk mijn potje openmaken. En jullie gaan met je beker banen maken van links naar rechts. Of van boven naar onder, net hoe je het fijn vindt. Dus ik ga hem eruit schenken en dan zo een baan maken. En daarnaast leg ik er ook eentje. Zo. En daarnaast leg ik er één. En ik heb best nog wel wat kleur hier. Dat is wel grappig. En nu komt er een grijs en niks anders meer. Dus wat ik ga doen is dit potje sluiten en een ander potje nemen. Want ik was niet van plan de rest grijs te hebben. We gaan even een ander potje ook maken als dat lukt. Ja, hier zitten nog wat andere kleurtjes in. Die zijn wel allemaal een beetje van het bruin-oranje. Dan weet je wat ik gebruikt heb. Hè? Zo. Nou, nog eentje. Kleintje, zo. Nou, het is een interessant kleurenpatroon bij mij. Het is natuurlijk allemaal resten, dus het wordt heel interessant.
leuk dat je nog steeds kijkt. Ik laat je nog even het resultaat zien. Kijk. En dit is maar een klein rond MDF plaatje. En ik ga het zeker binnenkort ook groot proberen. Wat denk jij? Zal dat lukken? En ik ben benieuwd naar jouw restverf kunstwerk. Wat maak jij met je restverf? Tot de volgende week. En klik op abonneren als je meer van me wil. Tot ziens!